In deze video gaan we het hebben over Java. Java is een programmeertaal die vroeger veel door websites werd gebruikt. Je herkent Java-programma's in webpagina's, ook wel Java-applets genoemd, aan een apart kader met daarin als het opstart een dampend kopje koffie. Dat is het Java-logo. Tegenwoordig staat Java helaas beter bekend om alle veiligheidslekken. Omdat bovendien bijna geen enkele website Java meer gebruikt, kun je de Java-plugin in browsers beter uitzetten. Maar eerst is het slim om te kijken of je überhaupt wel Java op je computer hebt. En welke versie dat is. Hiervoor gaan we naar java.com. Hier in het midden staat de link Heb ik Java? Nou, dit gaan we even controleren. Kijken of er Java op deze computer staat. Hiervoor moet je even eenmalig toestemming geven voor het uitvoeren van deze check. En dit is typisch een Java-scherm wat je op toestemming moet geven. Nou, in dit geval hebben we Java en ook nog de nieuwste versie. Nou, hoe gaan we Java nu uitschakelen? Dat doen we via het configuratiescherm. Via startknop, configuratiescherm, programma's en hieronder Java. Ga nu naar het tabblad Security en hier staat Enable Java Content in the Browser. Die gaan we nu uitzetten. Oké. En vanaf nu kan Java niet meer draaien in de browser, wat een hoop ellende voorkomt. De kans is groot trouwens dat je helemaal zonder Java kunt. Er zijn niet zo heel veel programma's nog die het gebruiken. OpenOffice is de bekendste daarvan. Maar in heel veel gevallen kun je gewoon probleemloos Java van je computer verwijderen. Dat is dan wel het veiligst. Dat doe je zo. Weer via het configuratiescherm. Een programma verwijderen. Nou, in het lijstje hier naar de J van Java. Rechtermuisknop. En klik op verwijderen. Java zal nu helemaal van de computer worden verwijderd. En je kunt er nu 100% zeker van zijn dat er geen misbruik meer gemaakt kan worden van Java door kwaadaardige programma's. En Java is uit de lijst verdwenen.